Voor ons is het een normaal dier, maar voor de meeste mensen is dit doodeng. Doodeng was het inderdaad in Edam toen een bewoner deze joekel van een ontsnapte slang bij hem in het raamkozijn vond. Samen met buren werd hij gevangen en door de dierenambulance meegenomen. En nu, een week later, rust de slang uit van zijn avontuur bij de reptielenopvang Zwanenburg. Het is een rattenslang en dit is een soort die wordt white-sided genoemd. Rob is niet verbaasd dat de slang ontsnapte. Het zijn ware Houdini's. Tussen neus en lippen door heeft hij nog wat opbeurend nieuws. Speciaal voor mensen die bang zijn voor slangen. Ze kunnen via voegen in een buitenmuur of via leidingen, centrale verwarming of elektra, kunnen ze naar boven of naar beneden. Dat kunnen ze vrij rap. Het is onduidelijk waar hij vandaan is ontsnapt, wanneer dat is gebeurd en wat er in de tussentijd is gebeurd met de slang. Daarom moest hij eerst in quarantaine. Mogelijk heeft hij parasieten bij zich of misschien wel een ziekte. In die 14 dagen gaan wij alles nakijken. En uiteindelijk, als hij een gezond dier blijkt te zijn, en dat lijkt er wel op, dan gaat hij naar onze algemene opvang. En daar komt hij beschikbaar voor adoptie. Tenzij de eigenaar nog op komt duiken. Kijk dus nog even in je terrarium. Mis je nog wat? Bel even met Rob, anders glipt hij er zo vandoor. Thank you.